Ze was er net als Pilatus, ze was er de handen in onschuld. Het is gewoon huilen. En ik zit ook te janken. Ik zit heel veel te janken. Ja. Het nieuws is keihard aangekomen bij de bewoners van verzorgcentrum Hof van Varwijk. Bovendien zijn ze niet ingelicht door de leiding van Diafaan. De medewerkers hier wisten het een week geleden. Die is het dus wel verteld. Maar die mochten de mond niet open doen. Wat vindt u daarvan? Jammer, maar ja, ze moeten natuurlijk nadenken over hun eigen hachtje. Hè? Ze moeten gewoon heel erg uitkijken met wat ze zeggen. De leiding van Diafaan noemt het nieuws nog enigszins voorbarig. De ondernemingsraad en de cliëntenraad die zullen er nog een advies over moeten geven. En tot die tijd willen we over het plan geen mededelingen doen. Meer dan schandalig. Dat het nou binnen een half jaar voor de tweede keer al te horen kregen dat we moesten verkassen. En waarom en waarvoor en wie is er schuld van? Ook voor deze locatie in Zevenaar dreigt sluiting. Maar Diafaan kan één ding wel verzekeren. Nou, wij garanderen dat er geen enkele bewoner op straat komt te staan. We zullen tijdig en in goed overleg met hen kijken naar de beste oplossing. Maar wij als bewoners en de zorg ook, die zitten met de kieken.